Als museum heb je een idee, je wil innoveren. Nou goed, de eerste gesprekken, oké, voor wie dan? En welk probleem gaan we oplossen? En dat is ook wel mooi, we hebben het over die bezoeker, weet je wel. Als je mensen aantrekt, heb je dan niet bepaalde mensen die dan niet meer willen komen. Maar je moet juist af en toe heel specifiek durven kijken naar een probleem wat mensen hebben. En dat is echt dat human-centered. Dus echt op die pijn gaan zitten van die bezoeker. En dat is wel anders dan dat even een keer vragen. Daar is echt een heel traject waar je ze elke keer mee doorheen neemt. Ja. Deels moet je met die bezoeker gaan praten, maar het is ook heel belangrijk dat een heel museum weet wat er gebeurt. Want het vergt ook wel, digitaal is niet iets wat een paar mensen besluiten, het is iets wat door die hele organisatie moet gaan. Ik denk wel dat het fundamentele verschil wellicht is dat de stukken of de kunst waarvan jij zegt dat is belangrijk dat mensen dat zien. Dat ik me afvraag, vinden de mensen dat net zo belangrijk als wij of als jullie? Ja. En dat is misschien een beetje vloeken in de kerk, ja. Maar op het moment dat je een connectie wil bouwen, dan is het uitgangspunt vaak degene met wie je de connectie wil bouwen. En wij weten dat jonge mensen het belangrijk vinden dat wat ze dragen hun vertegenwoordigd, qua stijl, maar ook qua wat daar verder nog achter zit. En daar sluit Klaboe in dit geval op aan. Ik denk dat je soortgelijke behoeftes of latente behoeftes of dingen moet zoeken en daar dan je collectie op kunt Zeker. Aanpassen. Ja, ja. Het enige wat wij zijn is een platform om die verhalen te vertellen. Right. Met die mensen gaan we aan de hand van eerst stellingen gaan we het gesprek aan. Dus we hopen heel erg dat er discussie ontstaat. Joh, wat is voor jou interactie? Wat is verbinding? En vervolgens gaan we met hen, dat heet ideaten, gaan we echt nieuwe ideeën bedenken. En dat mag zo gek mogelijk, want je wil juist echt die golden nuggets, die dingen die wij niet met z'n allen kunnen verzinnen, die wil je boven water krijgen. En soms zijn nieuwe dingen die zijn heel gek en heel eng. We hadden ook niet verwacht dat we nu met z'n allen op de hele dag op ons telefoon zouden zitten en boodschappen binnen 10 minuten thuisbezorgd zouden krijgen. Dus dat soort ideeën wil je omhoog brengen. En vervolgens gaan we dan kijken, gaan we het weer heel klein maken, want je moet het ook kunnen implementeren. En dan gaan we het met diezelfde groep gaan we het weer testen. Dus is dit wat jouw probleem oplost? Is dit wat je wil? Als we daar een ja op hebben, dan kunnen we met z'n allen zeggen, oké, tof, hier gaan we op door en dan kun je uitbouwen. De term storytelling is gewoon misschien alweer oud. Maar storytelling is heel erg belangrijk. Dat je een museum biedt niet alleen die kunstwerken op de wand, maar ze bieden ook een verhaal. En dat je dat verhaal heel goed bedenkt, dat het niet één verhaal is op één doelgroep, maar op meerdere doelgroepen. Dus dat je heel erg uitgaat van de mensen die je wil bereiken. En dan kom je weer bij... Maar wordt dat dan te weinig gedaan in de kunst- en cultuursector? Want juist in de kunst- en cultuursector vind je storytellers bij uitstek. Nee, of doen ze niet te weinig ten aanzien van de organisatie of de instantie? Ik zeg niet dat het te weinig gedaan wordt, maar dan kom ik terug bij jouw begin van aannames. Ik denk dat daar aannames zijn ook snel vooroordelen. Dat je steeds weer moet bedenken. De tijd verandert, de mensen veranderen, het kijken naar dingen verandert. Er is actualiteit. En daar moet je je steeds op gaan verhouden. Dat betekent dus dat is best wel een complexe situatie. Maar
dat verhaal vertellen, en dat vind ik in jullie verhaal ook heel erg mooi. En ik vind alleen al die payoff van Away is Home. Ik weet niet of dat een payoff is, maar die haalde ik er heel erg uit. Dat geldt ook voor culturele instellingen. Gewoon dat je als je in het museum bent, dat je je daar ook weer thuis moet voelen. Dat je daar je herkent. Dat je daar ook dus weer je veilig voelt. Je dingen kan gaan bedenken en kan gaan bediscussiëren, reflecteren op zaken. Wij zijn denk ik sowieso als musea enorm in transitie. We komen uit een wereld waarin we eigenlijk vooral aan het zenden waren. Waarin we vooral vertelden van dit is een belangrijk schilderij. Kijk u maar zus en zo. En dat is wel echt aan het kenteren. Omdat we ook merken dat je als kenniscentrum juist heel erg open moet zijn om die dialoog te hebben naar anderen toe. En nu is het pas voor het eerst. Daar kan je echt eigenlijk over verbazen dat we dus nog maar heel kort allemaal een computer op zak hebben, waar je mee kan interacteren. Dat is je telefoon. En ik ben zo ontzettend benieuwd hoe jongere generaties die juist opgegroeid zijn met een voortdurende interactie tussen online, offline, wat die nou precies nodig hebben om die museumervaring, waar wij iets kunnen bieden wat juist een telefoon niet kan bieden, enorm kunnen gaan optimaliseren. En dan hebben we een bureau als Thrive nodig om dat samen met ons te gaan opzetten, want ik kan er wel ideeën over hebben. En daar komen we misschien een beetje vandaan, dat we als musea heel vaak dachten dat we zelf wel die wijsheid in pacht hadden. Dat we kunnen luisteren en leren wat er opgehaald wordt uit die doelgroep die we heel graag loyaler aan ons willen maken. Het is niet zo per se alleen dat ze naar het Centraal Museum komen, maar überhaupt dat ze gemakkelijker de weg tot het museum gaan vinden. Ik hoop echt dat we daar iets, een golden nugget heb ik net geleerd. Dat er een golden nugget dadelijk voor ons ligt die wij kunnen inpassen in die collectieopstelling. Het is een traject wat we nu ingaan. Vanuit Fonds 21 ondersteunen we het ook heel erg vanuit het feit dat we aan de instellingen ook vragen. Het is een leertraject. Neem je omgeving daarin mee. Dus zorg voor kennisdeling. Vandaar ook dit soort sessies. We weten het allemaal nog niet, maar juist door dit soort sessies te hebben met elkaar, hopen we elkaar te inspireren, te enthousiasmeren en gewoon sneller te gaan.